U hoorde de stem van een mijner mede-commentatoren, Rick van den Boom. Hij is ook degene die eens op onderzoek uitging om te zien of deze man de absolute ster van dit kampioenschap, Severiano Ballesteros, of die zich iets had gelegen laten liggen aan incidenten en aan de weersomstandigheden hier op de fraaie baan van Noordwijk. It's a beautiful golf course because it's set up in a very natural place and it's just fantastic golf course. The only problem was today, it was a very strong wind and a lot of rain this morning and it was really playing difficult, but I think this is one of the best golf courses I ever play. Dat was dan ook wel duidelijk, want Ballesteros beet maar meteen het spits af met een bijzonder goede en uitstekende ronde van maar 69 en daar keek iedereen met grote bewondering naar die eerste dag. You think you can make a much better score than 69 you did today? Well, if the conditions improve, I think I can shoot a little lower than that, maybe a couple of shots. But in these weather conditions, I think 69 is fantastic. I'm very happy. Well, I remember the days when the camera here at Zandvoort 10 years ago. Yes. Your first round was a little bit better. You remember 65. That? Yeah, that was a 65. That was the course record, and I remember that I had 3 eagles the first day, and I have a great memories from this country because the Dutch Open, that was my first victory in my career, and I always recall that. Do you also recall what you won that day? Sorry? How much money you won? How much money I won? I believe it was £8,000. Yeah, something like that. Something like that. It's a bit better these days now, isn't it? Yeah, but the life is more expensive now. So. That's right. Nog even ingaan op wat Ballesteros zei over die eagles. Dat zijn slagen waarbij je 2 minder slaat op een hole dan de baan voorschrijft. En ook nog even ingaan op de verdiensten. Die zijn heel wat hoger dan toen hij het eerste Nederlandse Open won. Want tegenover de £8,000 van toen staan 90, bijna 100.000 gulden nu. Er is een totaalprijzengat van €600.000 en ook de 60ste die vandaag aankomt, die krijgt nog een leuk douceurtje in de vorm van €1.000. En dan een kwestie van bezetting van dit toernooi. Hoe zou het eigenlijk zijn als er beter gespeeld werd en als er nog meer te verdienen viel? Zouden er dan bijvoorbeeld Amerikanen komen en zou het dan nog allemaal veel mooier worden? Do you think that in future, when the standard of golf is improving, like it is on the European Tour, we will see a more American on this tour with the prize money that can be won these days here? I think so. As I'm very sure that maybe in 10 years' time, the European Tour will be as good as the US Tour. The only problem we'll have, that's one thing that I don't think we can ever change, is the weather. No. The weather is always very tough. If we see how you can handle it today, you think we can, you can handle it the other days as well. I hope you're right. En dan zien we Rivero, dat is een van de runners-up achter Ballesteros. En dan schakelen we meteen over naar de laatste stand, dat wil zeggen die van zaterdag. De stand dus nu. Kunt u meteen zien hoe Baker Finch een slag heeft moeten laten lopen hier op de 16e. Ballesteros is nu -6. Ballesteros heeft een hele moeilijke put. Er zit een sloopje in links. Geen eenvoudige put voor zijn par. Hij had ook al geboft als hij een 4 maakte, als hij een 3 maakte, want het is een geweldig lastige put. Ballesteros maakt een 4 en is dus weer een -5. Ballesteros put nu heeft een niet eenvoudige put, loopt een beetje af naar links. Juist, prachtput. Ballesteros is -6. Bijna derde hol, prachtput, maar licht voor de hand als je een downhill put slaat, maar hij is erg tevreden, kijk hem lachen.
betekent als Ballesteros deze bal intikt dat hij op min 6 blijft staan. Prachtput. Eerste stand nog eens. Ballesteros en dan Brand, Rivero, Pinheiro en Allen. Allemaal gelijk min 1. Fernandes is gelijk gebleven. Die is uitgespeeld. Parkinel ook. Baker Finch en Bennett plus 1. En hier is Ballesteros. Michiel, waar zijn we? We zitten op de 16e fairway met een prachtige ideale, echt een ideale positie om naar de pin te slaan. De pin staat midden op de green en Ballesteros heeft wel degelijk, ja, het is een mooi schot om toch ook weer een birdie te maken. Prima schot van Ballesteros, iets rechts van de pin. Ja, rechts op de green. Een lange put. Geen easy birdie, maar goed schot. Ben je Steels ook niet blij mee? Ongeveer anderhalve meter te ver. We slopen ze vermoedelijk toch iets. En de greens worden droger, omdat hier duidelijk de regen over is. En als de greens droger worden, worden ze ook sneller. En dat kan je duidelijk zien. Plus 3 houden. Ondertussen terug naar Michiel. Bij Steels put voor zijn paar. Niet eenvoudig putje. Ja, midden in de hole. Prima. Zonder veel moeite. Bam. Steel staat in vreselijke hoek. Links. Zoals je al voorspeld had, Rick. En is daar toch rechts in terecht gekomen. Michiel, jij ziet hem gaan. Prachtslag slaat hij. En midden op de kring. Heel goed schot. Oh, iets te kort. Nee, ik heb hem verkeerd gechut. Hij ligt voor de kring. Maar recht op de pin. Ik denk dat hij een iets te korte stok heeft genomen. Goed schot. Een beetje naar links. Niet ontevreden. Wat wij hier zoal gezien hebben, zijn het beide niet echt eenvoudige puts. Ik heb het gevoel dat er aardig wat sloop in de green zit daar. Ja, dat klopt. Hoewel de put van Ballesteros uphill is, is die van Allen downhill. Niet eenvoudig, allebei. Ja, moeilijk putje. Zo verlaat Ballesteros de green met een bogey aan zijn broek. Dat brengt hem terug naar min 5. En zo is eens te meer de 17e weer eens. Is men op de 17e weer eens getuige geweest van bijzondere gebeurtenissen? En Ballesteros dus, wat ik al eerder opmerkte, geen slag zonder dat hij zich uitgebreid erop voorbereidt. Niet helemaal tevreden, zou ook wel eens een beetje aan de rand kunnen liggen. Ja, Ballesteros ligt rechts aan de rand van de ruf. Ballesteros, hij kan de vlag in ieder geval zien.
slaat een goed schot, hoog schot, recht op de pin. Maar te lang in de tribune. Komt in de tribune terecht, onder de tribune, achter de touwen. Zo komen we toch nog een keer in de droppingzone terecht. Hij zal daar een free drop krijgen in de droppingzone die zich recht achter de vlag bevindt. Hij mag dus de bal daar laten vallen in dat door die witte lijn omgeven gedeelte. Dat is de dropping zone. U ziet daar al een official bij staan van de PGA, de spelersorganisatie, die hem vertelt dat hij in de dropping zone mag droppen. En daar komt bij Esteros niet slecht weg, want zijn schot was echt te lang. Het is wel aardig dat u op deze manier kennis maakt met een van de meest gehanteerde regels in golf. Dus als je buiten de baan bent geraakt, dat je dan onder voorwaarden je bal mag laten vallen op een plek die, en dat varieert dan ook weer, maar in dit geval denk ik één stoklengte afstand telt. Het is in deze zin is het een aparte drop, omdat het een free drop is. Ja. Grappig is wat hij nu dus doet, is dat hij gaat nu... Hij is buiten de dropping zone gerold, nearer to the hole. Hij dropt nu nogmaals. Dichter bij de hole gekomen, dat mag niet. Dat mag niet. Absoluut niet. Grappig is dat er toch weer een discussie kan ontstaan. Terwijl de regels, zowel als de officials... We hebben hier vanmorgen verschillende interpretaties gezien van deze officials. Michiel staat er nu vlakbij en zal de discussie net kunnen volgen. Ja, dit is weer die vreemde interpretatie, Michiel. Ja, dit is een heel iets raars gebeuren. Want hij komt niet in de dropping zone, hij komt dichter bij de hole. Ja. Hij heeft namelijk meer dan twee stoklengten gedropt van de hole. En is nu in discussie met de referee van de PGA. Hij is dus nearer door de hole. En Ballesteros is het er niet mee eens. Nee, hij moet volgens mij nog een keer droppen. Ja. En wordt hij dan weer dichter bij de hole gedropt, dan mag hij plaatsen. De referee is bij het publiek niet erg populair. Maar ik denk dat hij according the rules gelijk heeft en Ballesteros is het er kennelijk niet mee eens. Het is grappig trouwens dat bij het meten van de afstand, Ballesteros wenst dus te claimen dat hij verder dan twee holes, of dan twee stoklengtes is gegaan, dat hij voor alle zekerheid maar zijn putter nam, want dat is in ieder geval zijn kortste stok. De referee loopt nou iemand van het committee op om een ruling te vragen. We hebben dit incident vanmorgen al een paar keer gezien, Michiel. En iedere keer zei ik ook al, het is heel vreemd, want ze komen door dat droppen veel nearer to the hole. Ja. En dat is een basisregel die niet telt. Hè? Ik bedoel, dat is een grondregel. Ja. Het is ook vrij onmogelijk om op deze droppingzone die zo ontzettend geonduleerd is, om die bal binnen twee stoklengtes van de plaats te krijgen. Ja. En dit is inderdaad vrij lastig. Maar Ballesteros is buitengewoon nijdig. Vrij knorrig. Ook. Ja, het komt er dus eigenlijk op neer, Michiel, dat hij had die eerste bal moeten laten liggen die hij gedropt heeft en gewoon spelen. Hij dacht, ik ben te ver gedropt, dus ik moet hem oppakken en nog een keer droppen. Juist. Goed, de referee geeft Ballesteros gelijk. Het is kennelijk oké en het is... Eigenaardig, dan zie je dus dat Ballesteros wat machtiger is dan al die andere spelers die dat vanmorgen dus niet voor elkaar kregen. Ik vond het ook aardig dat hij Allen te hulp riep.
Ik denk dat hij ze zich wel voor zal waken om Ballesteros ongelijk te geven. Ja. Hij krijgt nu een free drop. Thanks. Ja, Alan die maakt nu ook een grap. Ja, krijgen nu echt plezier met z'n tweeën. En opnieuw zegt de referee, nee, heeft precies gezien, prikt de, en daar moet hij hem dus nu plaatsen. Die bal ligt overigens nog vrij vervelend, want als hij loopt, dan kan die bal zo verrollen. Zo zie je dat Ballesteros zijn eigen regels maakt. Prachtige bal, hij had een gesneden ijzer 9. Dus ik zit direct achter hem. En veel spelers zouden van deze tand een puttel nemen, maar hij snee zijn ijzer 9'tje. En je zag het resultaat, prachtbal. Jammer voor de score dat Alan deze put miste. Michiel Wijkman zei dat, het was geen eenvoudige. Niks is eenvoudig trouwens in golf. Hij eindigt op even par, Alan. Dus gelijk met de score en dan Ballesteros. Bij hem gaat het erom of hij op min 6 blijft. Min 5. Min 5 blijft of min 6. Prima. Min 5. Die laatste stand, dat was die van gistermiddag laat. En die is dus inmiddels veranderd. Want we zijn bij de actuele situatie hier op Noordwijk. En we gaan kijken hoe Ballesteros het nu allemaal doet. Met Michiel Eijkman. Ballesteros speelt spectaculair. Hij is op het ogenblik min 6. Heeft een birdie gemaakt. Goedemiddag, welkom bij het vervolg van de Open Nederlandse Golfkampioenschappen die onveranderlijk beheerst worden, zoals in de afgelopen dagen al het geval was, door deze man, Civiliano, oftewel Civi Ballesteros. En dat leert de stand. Hij is op het ogenblik 8 slagen onder de par van de baan en dat is een prestatie van formaat. Zeker ten opzichte van de anderen, van wie Parkin aangenaam verrast met min 1. Rivero, die met Ballesteros over de baan gaat, ook min 1. Fernandez, de Argentijn, is gelijk gebleven. Marchbank, Smith, Allen, Brent Jr. en Pinheiro allemaal plus 1. U ziet dat er weinig meer voor nodig is, of eigenlijk helemaal niks nodig is, behalve een wonder, om Ballesteros nog van de titel af te houden. Hoe is hij aan die schitterende score gekomen? Michiel Eijkman heeft hem van zeer nabij gevolgd. Ja, Fred, hij speelt inderdaad superieur. Hij was in de aanvankelijk wat scheef, maar met birdies op 2 en 4 en een bogey op 5 ging hij 35 uit. Ging daarna voortreffelijk verder met een par op 10, een birdie op 11 en een par op 12. En zo komt hij aan zijn min 8. Rivero speelde ook zeer goed met birdies op 4 en 6 tot hij eigenlijk op 7, 8 en 9 de kluts wat kwijtraakte, 3 bogies maakte. Maar de 10e weer een par maakte en een fantastische eagle op de 11e maakte. Met zijn par op 12 betekent dat hij nu weer min 1 is. Hij heeft hier op de 13e green net voor een birdie geput naast de pin. En Ballesteros heeft een zeer goede kans om hier een birdie te maken om op die 13e min 9 te komen. Een strijd dus tussen twee Spanjaarden die niet door het lot, als u dat soms mocht denken, maar door hun prestaties in de voorgaande ronde op deze wijze bij elkaar zijn gekomen. En ik herhaal het nog maar eens, niet tegen elkaar spelen, want daar gaat het in dit soort golf niet om. Dit is stroke play en dat betekent dat je tegen de baan speelt en niet tegen je tegenstander. En dat er dus pas aan het eind van de rondgang de balans wordt opgemaakt. Een balans die onveranderlijk gunstig voor Ballesteros is. Ook nu de weersomstandigheden aanmerkelijk verschillen van die van de voorgaande dagen. Michiel. Ballesteros heeft net zijn put tekort geslagen. Maakt zijn 4 en blijft nu op de 13e, aan het einde van de 13e green, min 8.
En Pinero, of Rivero zien we hier putten voor zijn vier. Dan gaat Ballesteros hier zijn voorsprong nog aanmerkelijk vergroten. Ja, dat ziet er wel naar uit, Fred. Hij heeft wat Rivero met een driver, dus een houten 1, niet lukt. Lukt Ballesteros met een houten 3 wel. Hij heeft hem niet alleen op de green geslagen, maar hij ligt daar rijp voor een eagle. Dat wil zeggen 2 onder par. Komt hij dan? Dat zou zijn stand in één klap in de dubbele cijfers brengen en op min 10. En zijn voorsprong op maar liefst 8 slagen. Dan komt hij weer gaan doen. Overigens moeten we niet vergeten dat Rivero ook nog een birdie kan maken en daardoor ze ook de rest van het veld achter zich kan laten. Het is de zaak dat Ballesteros de boel nauwlettend in ogenschouw neemt. Niet dat hij dat niet voortdurend zou hebben gedaan. In ons vorige commentaar hebben we dat al opgemerkt. Het is een van de spelers die direct niets aan het toeval overlaat. Die buitengewoon zorgvuldig iedere keer weer zijn voorbereidingen voor de slagen treft. En die dan nu misschien wel bezig is om een zeldzame verrichting hier in Noordwijk tijdens dit toernooi te produceren. Want de Eagles zijn bepaald niet dik gezaaid in de Noordwijker Duinen. Misschien dat Michiel kan zeggen hoe die put is. Dat hangt ervan af of dit commentaar microfoon van Michiel Eijkman in orde hebben. Zo niet, dan moeten wij het van hier af bekijken. Hetgeen vrij eenvoudig is. Lukt hem niet. Lukt hem niet. Over Eagles gesproken, we hebben er wel een paar genoteerd vandaag. En bij de scores valt, u hebt dat in de stand. Op 15 nu even, omdat Ballesteros daar aan het putten is. En dat net niet voor een birdie doet, neem ik aan. Dat is nu op de afgelopen hole al een paar keer overkomen dat het allemaal net mis was. Maar hij blijft er wel gemoed onder, want hij heeft uiteraard nog een riante score. Par voor Ballesteros. En dit is Ballesteros weer. U herkent hem nu zo langzamerhand natuurlijk moeiteloos. Al was het maar aan het feit dat hij door zo... Ballesteros weer. Tweede schot op 16 is dit. Hele mooie ballen. Het applaus te beoordelen zal wel goed zijn. Inderdaad, zo'n meter of 3 achter de pin. En weer een kans op een birdie. Daar zien we ze aankomen lopen. Rivero en Ballesteros. Speelt eigenlijk vlekkeloos vandaag. En daar gaan we nog maar eens even terug naar Ballesteros. Niet omdat we hem niet vaak genoeg zien en ook niet vaak genoeg kunnen zien, maar ook omdat Michiel Eijkman weer in de ether kan. Ballesteros heeft een put van ongeveer 3 meter die iets van rechts naar binnen loopt. Hij is zeer geconcentreerd. Sterft op de rand en blijft op min 9. Als je veel kunt leren, dan is Colver in ieder geval één van. Hier is de stand van dit ogenblik. Ballesteros dus min 9, net niet in de dubbele cijfers. Parkin blijft zich leuk handhaven op min 1. Rivero al evenzeer in het spoor van Ballesteros. Fernandes, die we zojuist halve... Op 17 zien we hier Ballesteros afslaan. Kijk of hij de goede stokkeuze heeft. Een 4 of een 5 was het gisteren. Daar heeft hij dat wat verkeerd gecalculeerd. De helling van de green leek vanuit zijn positie veel sterker dan dat eruit kwam. En hij heeft zeker nog een 1,5 meter put. En Severiano Ballesteros, die moet hem er ook in krijgen om zijn par te redden. Nou zeg ik dat moet met minder nadruk dan
in andere situaties, omdat hij totaal geen kwaad meer kan. Deze Ballesteros voor wat betreft de eindrangschikking. Hij moet het gewoon spelen, het spelletje zoals het gespeeld behoort te worden volgens de regels van de baan en de cijfers van de baan hier. En dan wordt hij 23.000 pond rijker. Dat rijker overigens in die zin dat hij zijn prijzengeld hier dan kan komen afhalen. Want zijn komst naar dit Open Nederlandse kampioenschap heeft hem ook al de nodige guldentjes opgeleverd. Zijn startgeld is bijzonder hoog, begrijpelijk, voor een man die 's werelds beste golfer wordt genoemd. En dit is nu ongeveer de vijfde keer dat we vanmiddag Ballesteros net dat ene kleine stukje zien missen. Een bogey voor bal voor de par. En dan de afslag van Ballesteros op de 18e. Zo te zien gaf hij alles. Eens kijken hoe ver dat hij is. Het is inderdaad een hele verre. Dat is de verste die we vandaag gezien hebben. Eens te meer tekende de grote drukte soms ook voordelen opleveren. Ballesteros die een aanzienlijk korter tweede schot slaat. En prachtig bij de pin. Ja, Ballesteros is schitterend bij de pin terecht gekomen. Die heeft zelfs nog verteld de kans om hier op de 18e nog een birdie te maken. U ziet niet dat op de achtergrond het publiek toestroomt en dat men werkelijk de allergrootste moeite heeft om de mensen in bedwang te houden. Dat men razendsnel kabels en touwen en wat iets meer zij te hulp moet roepen om de spelers nog op een of andere wijze het spel te kunnen laten afmaken. En wij zijn met de mobiele camera in het voetspoor van Ballesteros die daar door de Haag dringt. En met applaus wordt verwelkomd en dat verdient hij ook wel, deze Spanjaard die afkomstig uit een dorpje van 1000 inwoners op kleuterleeftijd van een oom een ijzer 5 ten geschenke kreeg en op de nabijgelegen golfbaan daarmee is gaan slaan naar alles wat maar op een balletje leek. En via het caddieschap is opgeklommen naar het meesterschap, oftewel naar het predicaat dat velen hem toedichten, namelijk 's werelds beste golfer. Er is uitstekend gespeeld, er zijn bijzondere aardige dingen gebeurd. Het allergrootste spektakel dan weliswaar niet. Geen auto die de deur uitgaat voor een hole-in-one. Nog de 25.000 gulden diamant van de Amsterdamse kwam voornamelijk dankzij Ballesteros. Put zal ietsje van rechts naar links draaien in de buurt van de hole. Het is geen eenvoudige put. Kijk, en dat toont de ware meester, de kampioen Ballesteros. Eindigen met een birdie. Eindigen met een birdie en een schitterende put. En u kunt zich voorstellen dat dat ovationele applaus dat we hier horen. U ziet Ballesteros gefeliciteerd worden door een van de organisatoren, de producers van dit toernooi, Robbie van Erven-Dorens. In zijn tijd ook een bijzonder goed golfer. Een man die in de internationale golfkringen zo goed de weg weet dat hij dit toernooi kon opsieren met grote namen, want die hebben we hier in Noordwijk wel degelijk aan de start gehad. Een langer mag er dan niet geweest zijn. De Amerikanen van het tweede echelon mogen dan verschenen zijn. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt, dan kun je toch zeggen dat het 69ste kampioenschap, Open Nederlandse kampioenschap op de banen van Noordwijk, toch een prachtbezetting heeft gehad en bijzonder fraai golfspel te zien heeft gegeven. Hier is voor de laatste maal de rangschikking. Ballesteros dus winnaar met min 9. En het feit dat Rivero met min 1 tweede wordt, geeft al wel aan met hoeveel meesterschap Ballesteros dit kampioenschap op zijn naam heeft gebracht voor de tweede keer nadat hij in 76... Wat u dan nog van ons te goed heeft, zijn de beelden van de prijsuitreiking. Severiano Ballesteros die de beker, de champagne en vooral ook de cheque in ontvangst kan nemen. Want die cheque betekent dat hij, nadat hij in het Amerikaanse circuit al meer dan $1 miljoen in zijn carrière heeft verdiend, nu met deze prijs van Noordwijk ook nog eens een keer wat Europees prijzengeld betreft over de miljoen Engelse ponden heen gaat.
U kunt zich voorstellen dat Noordwijk voor Ballesteros dan ook een bijzondere betekenis heeft. Zoals het eerste door hem gewonnen open kampioenschap op Zandvoort dat ook heeft. 10 jaar na dato slaagt hij erin om hier de prijs en de premie weer op zijn naam te brengen. En dat is een plezierig gezicht. Dank vanuit Noordwijk. Thank you.